Dit is Calvijn. Miljoenen views, media aandacht, paprika sokken, een eigen boek, maar ook een beste vriend. Oh ja, en trouwens, die stem die je hoort, dat ben ik daar, links. Ja, die guy op die stoel. Ik ken Calvin van de middelbare school in Groningen. Ik moest meteen lachen toen ik zijn eerste video zag. Ze waren echt heel leuk. Deze jongen is een entertainer. We konden goed met elkaar opschieten, omdat we beiden hielden van hard werken en de gedachte deelden dat werkelijk elke droom uit zou kunnen komen. Ik zag Calvijn groeien vanaf het begin. En nu is het moment bijna daar. 1 miljoen abonnees. Ik heb Calvin persoonlijk gevolgd om erachter te komen wat zoveel aandacht echt met iemand doet. Het lijkt alsof Calvin de wereld aan zijn voeten heeft. Maar staat hij nog wel met beide benen op de grond? En wat is echt belangrijk voor hem? Wat zou 1 miljoen met jou doen? Yo Kel, waarom sta je eigenlijk zo fucking vroeg op? Je hebt gewoon echt een beetje een stressvolle dag als je niet zo vroeg opstaat. Ik kan nu gewoon van 6 tot 9 allemaal dingen doen. Niemand stoort me. Iedereen slaapt nog. Dus ik kan gewoon edits checken, mailtjes beantwoorden. Gewoon allemaal doen in één keer. En dan kan ik overdag gewoon rustiger doen. Zodat wel al die video's afkomen. Zodat die miljoen wel sneller binnen is. Dus ik vind het wel belangrijk dat, zeg maar, hoe erg je ook tegen YouTubers of tegen social media mensen opkijkt, dat je wel echt gewoon naar jezelf blijft kijken. Dat je denkt, wat vind ik nou leuk? En niet meegaat in die hele hype over dat we allemaal zo moeten willen leven of zo. Want het is gewoon ook best wel anders in het echt dan dat je waarschijnlijk denkt als je een leuke Instagram foto ziet van iemand. Doe eens gek, je bent er normaal genoeg, komt vanuit een soort levensstijl die je jezelf kan aanmeten wanneer je altijd weer de lijntjes kleurt, omdat iedereen om je heen dat verwacht. Dus je ouders, je familie, je vrienden, die verwachten dat je nooit eens een keer op dansen zou gaan. Of nooit eens een keer naar de kunstacademie zou gaan. En omdat die mensen dat van je verwachten en het raar zouden vinden dat je dat gaat doen, ga je het dus dan niet doen. En dat kan best wel schadelijk zijn, vind ik, want dan beperk je jezelf dus gewoon in wat je echt wil. En dan ga je echt opmerkingen krijgen van mensen die zeggen, hé, maar dat had ik echt zo niet verwacht bij jou. Nee, maar ja, dat kan. En dat is niet erg. Dat is vaak juist een goed teken. En dan doe je dus iets anders dan de rest. Hey, what's good, Calvin? Nee is uit, maar allereerst solo track. Nee, nee, ik doe niet mee. Waar gaat dit heen? Ik ben niks dat ik vind, dat is niet makkelijk mee. Ik ben juist dankbaar voor dit. Yo, Nien, wat vind je van de diss track van Calvin? Van gisteren. Liedje. Oh, het liedje van Calvin. leuk. Wat is de laatste video die je van Calvin zag waar je echt wel trots op bent? Dat is toch wel die van gisteren. Die diss track. Vond ik echt vet. Ik kan hem ook aan iedereen laten zien. Ja, hoe komt het, denk je, dat er heel veel YouTubers zijn die een groot deel van hun succes, of zeg maar groei van succes, heeft te maken met dat ze juist een nieuw huis kopen, of een nieuwe auto, of een dure Rolex? Ja, ik denk dat het vooral te maken heeft met waar je vandaan komt en hoe je bent opgegroeid. Ik baseer het altijd gewoon op mijn ouders en mijn pa, die had gewoon altijd prima boerderij en genoeg geld op de bank, maar die hoefde niet elk jaar een nieuwe trekker te kopen. En we hadden altijd een buurman die haalde elk jaar een nieuwe trekker. En dat vind ik een soort van, dat geeft een soort signaal af of zo. Dat je denkt dat nodig is om hoger in de ranking te komen. Terwijl ik daar niet echt per se in geloof of zo. Niks, nee, daarom kan ik hier niks, nee. Wat zeg je tegenover de kijkers die waarschijnlijk nog spannender vinden dan jij dat je bijna 1 miljoen abonnees hebt? Ja, ik denk dat de kijkers, en dat waardeer ik enorm, de kijkers maken het natuurlijk nog groter dan het is. Maar ik weet gewoon elke fucking, elke teringstap die ik heb gezet in de afgelopen 8 jaar om hier te komen. Dus dan kijk je er ook veel anders naar ofzo. Dit is een bed. Je kan een bed winnen. Een hele box springen, maar niemand wil hem. Zo afzien hier. Dat is van 1,6 van Nederland. Vind je ook spannend dat Calvin bijna 1 miljoen abonnees heeft? Nou, overigens vind ik dat best spannend, ja. Jij niet? Ik ben ook wel vrij nuchter, hoor. Alleen,
je wil hem toch ook wel een soort van dat gevoel geven dat hij er wel een beetje bij stilstaat. Ik vond de bingo van net spannender dan dit. Ik vond de bingo wel lekker, dan kon ik dit even vergeten. Ik vind hem gewoon zo lekker nuchter. Hij is nog steeds die Groningse boer die naar Amsterdam is gekomen. En Nina is natuurlijk ook een vriendin van mij en ik zie hoe hij bij Nina is en ik zie hoe hij online is. En ik vind dat er twee kanten van hem zijn die hem heel erg sieren. DJ draait alleen maar shit die je echt voelen moet. Boeit me niks wat je gisteren deed of morgen doet. Hoe is het voor jou om überhaupt een studio te zijn? Want ik weet van nature ben je geen muziekmaker. Nee, dus dat zeg ik ook altijd meteen. Ik heb ze net ontmoet. Ik heb meteen gezegd, jongens, ga er niet van uit dat ik de allerbeste muzikant ooit ben. Sterker nog, ik doe mijn hand. Ik zou eerst die... Die een beetje monotone. Ja. De Roost of Enzo Knol. Het is wel een harde hoor, dit. Het wordt wel echt een... Dit wordt echt een harde. Je gaat gewoon langs bij zieke kindjes. Het enige wat ik kan hopen is dat die ziektes dan besmettelijk zijn. Oh, je hebt er ook nog een vlog over gemaakt. Nou, wat goed. Maar laten we even kijken. Dat was een bevalling. Zo. Ja. Weet je hoe lastig het is om niet arrogant te worden met zoveel mensen om je heen die zeggen dat je geweldig bent? En weet je hoe lastig het is om anders te zijn dan de rest? En weet je hoe lastig het is om 1 miljoen abonnees te halen? Calvijn haalde vorige week de 1 miljoen abonnees. Had je ooit gedacht, 8 jaar geleden toen je begon, dat je zo'n groot bereik zou krijgen? Kelly Kel, een ijs. Ja. Ik zou je eigenlijk een hele foute felicitatie moeten sturen. Ja! Je bent gelijk begonnen met YouTube en je hebt nu pas 1 miljoen abonnees gehaald. Nou. Gefeliciteerd, Kel. 1 miljoen mensen zijn trots op je. Maar volgens mij hoef je het maar van een paar te horen. Goedemiddag. Hallo. Oké, mooi. Ik heb net 1 miljoen abonnees gehaald. Goed zo, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, nu is het feest. Ik ken Kelvin als de hardwerkende jongen met zo'n nuchtere blik dat zelfs hij vergeet stil te staan bij wat hij heeft bereikt. Ik hoop maar dat dit een moment wordt die hij niet meer vergeet. 1 miljoen abonnees.